De Friese Club bestaat 100 jaar. De biljart- en kegelclub aan het Ruiterskwartier werd in 1901 opgericht, maar verhuisde precies 100 jaar geleden naar het monumentale pand aan het Ruiterskwartier. De club werd ooit opgericht als herensociëteit, maar veranderde langzaamaan in een toegankelijkere vereniging waar mensen terecht kunnen om te kegelen, biljarten en om een kaartje te leggen. De club kent dan ook een rijke historie, vindt ook voorzitter van de club, Wiep Kok. Het is geboren door een aantal zakenmensen, hebben ze dus zeg maar gezorgd dat ze dit pand konden aankopen in maart 1915. En hebben ze toen laten verbouwen en geschikt gemaakt voor het biljarten. En vanaf dat moment is de sociëteit geboren. Dat is dus zeg maar van de sociëteit is het dus in de loop van de jaren is het geworden tot een gewone club voor iedereen toegankelijk. Hè. Dus het sociëteitsgevoel was er dus af. He, toen de tijd mochten ook geen dames hier bijvoorbeeld naar binnen. En vanaf 1965 mochten ook dames naar binnen, want die hadden de heren nodig om te kunnen klaarbejassen. En in 1985 toen mochten ook dames lid worden. Dus er was voor iedereen, van welke stand ook, he, die was in staat om hier te kunnen biljarten toen. Het monumentale pand aan het Ruiterskwartier is kort geleden flink verbouwd om het pand moderner en toegankelijker te maken voor het publiek. En ook om weer nieuwe, jongere leden aan te trekken. Een noodzaak, aldus Kok, die zelf van origine architect is. Die beslotenheid die ook uit de gevel al aanwezig was, die moest worden opgeheven. Want dat was als een soort schutting die om onze club heen stond. Dus toen hebben wij dus in 2015 gaf onze pachter aan dus dat hij dus wilde stoppen. En dat die gelegenheid hebben we aangepakt om te zorgen dat we dus bij de nieuwe pachter ook de nieuwe inhoud van het gebouw maakten. Dus zeg maar opengooien, hè, middels deze nieuwe ingang. En de voorzaal dus te gebruiken als café-restaurant in plaats van alleen kantine voor de biljarters en kegelaars. Met meer dan 100 jaar historie en een nieuwe voorgevel lijkt de vereniging weer helemaal toekomstbestendig. Kok is in ieder geval positief gestemd over de toekomst van de vereniging. Ja, dat denk ik wel. Dat we voorlopig hebben dus in ieder geval die start gemaakt dat heel veel nieuwe leden heeft opgeleverd. De mensen komen nu gewoon binnenlopen en gaan kijken. Hè, en zeggen, wat een mooie zaal en goh, ik wist niet dat je hier kon biljarten. En nu is iedereen is welkom, dus ze stappen naar binnen, lopen door en zeggen ineens van, oh, dat wil ik ook wel. Dus we hebben dus de laatste 2 jaar een enorme toename van nieuwe leden. En met name leden dus die wat jonger zijn, hè, waardoor dus het in stand houden van dit mooie gebeuren hier, hè, dat wordt dan ook wat zekerder allemaal. De Oldehoverpartij is weer gespeeld. De kaatspartij is traditioneel de laatste partij van het seizoen. Bij de mannen won de partuur van Johan van der Meulen, Dylan Drent en Hielke Bruinsma het toernooi. Bij de vrouwen won de partuur van Ellie Hofman, Anke Winkel en Manon Scheepstra. De Leeuwarden Kaatsklassieker stond ditmaal ook in het teken van afscheid. Daniel Isinger had van tevoren zijn afscheid al aangekondigd. Na een succesvolle carrière stopt hij in verband met een aandoening aan zijn heup. De Oldehoverpartij was het laatste kunstje van de kaatsveteraan. Het einde van een tijdperk. Ja, een tijdperk. Jeetje. Ik heb gewoon vanaf 1998 heb ik al jaren natuurlijk in de jeugd, maar op dit niveau heb ik een hele leuke hobby, heb ik hand. En dat heb ik met alle plezier heb ik dat uitoefend. En alles wat erbij komt, de prijzen en mensen die je leren kennen en al dat soort dingen, dat is prachtig natuurlijk. Dat is, dat doet hem eens wel goed, dat is leuk. De afgelopen 6 jaar speelde Isinger samen met Teke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. Een succesvolle combinatie. Ze wonnen onder meer de PC van 2014. Isinger vertelt hoe de drie het al die tijd met elkaar hebben volgehouden. Ja, hoe is dat mogelijk? Een soort prijzen winnen en we hielden gewoon een hele goede klik. We konden goed met elkaar, we hielden dezelfde instelling. En wat ik zei, op een gegeven moment begin je prijzen te winnen en dan... Het is uniek.
in de keerserij. Ja, dat absoluut. Dat zolang keerser er net volle met mijn koor inderdaad. En, we hebben het prachtig mooi volhouden, kun je winnen een soort prijzen. En dan, zodat je een soort winnen natuurlijk kun je een heel soort van elkaar hebben. Maar op een gegeven moment hier in hinnen, bouw je gewoon boon op met mijn koor. En dan, dan kun je eigenlijk nog meer van elkaar hebben. We kunnen alles in elkaar zezen. En, in het veld klikte dat gewoon. Je wist precies wat je om elkaar hebben. En wanneer het wel of net goed ziet, dat kon je gewoon zien. En dan is size is net langer dan. 2 jaar geleden dacht Isinger er al over om te stoppen. Maar ondanks zijn blessure kon de kaatser nog een lange tijd doorspelen. Nu lijkt het er dan toch op dat de kaatser niet meer verder kan. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik vreeg altijd een soort van het lichaam. En hebben we natuurlijk een heel soort dingen om die soepel en fit te houden. Maar een heel soort training van uw trainer Peter en maar 048 de fysio. Heb ik uiteindelijk heel mooi rekken kent. En je merkt wel steeds meer dat de rekken wel wat uitgiet. Maar clear. Goed volhouden. Wat soort gevoel is er alles uithelst? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik ben wie ik ben en de dingen gaan, ik zet ze gaan. Ik ben wel tevreden, absoluut.